Nou, welkom allemaal op deze mooie novemberochtend. Volgens mij gaan we vandaag iets heel moois doen, namelijk de aftrap van de energiebespaardiensten, energiebesparende maatregelen, mensen helpen om voordat de winter echt invalt, het is al een beetje koud, om te kijken hoe we door een aantal maatregelen echt mensen kunnen helpen om heel concreet iets te doen aan de energiebehoeften van de woningen. Dus we zijn heel blij dat we dit kunnen aanbieden samen met de gemeente. De wijk De Valuwe is een wijk die in ontwikkeling is en waar volgens mij nu ook echt energie op gezet gaat worden om hier deze groep mensen ook echt op korte termijn te helpen met alle energiebesparende maatregelen. Bouke. Ja, dankjewel. Ja, mijn naam is Bouke de Bruin. Ik mag wethouder zijn in deze mooie gemeente Land van Kuik. En wat ik heel mooi vind is dat we in deze wijk De Valuwe gaan starten. Want je ziet toch in deze wijk wat oudere woningen staan die vaak nog een lager energielabel hebben. Waarbij we juist het heel belangrijk vinden dat we ook deze woningen naar een hoger energielabel gaan krijgen. En ook de mensen heel actief helpen. Dus niet alleen een klusbus langsturen, maar ook daadwerkelijk helpen achter de voordeur om ook de lampen te vervangen, een radiatorfolie te plaatsen. Dus we hopen ook dat er in deze wijk heel veel mensen de weg richting de klusbus kunnen vinden, zodat we ook zoveel mogelijk mensen ook echt concreet kunnen helpen, want daar zijn de klusbussen echt voor bedoeld. Er staan hier nog veel meer mensen vanmorgen die bijna in actie zijn. Want waar zijn jullie van? Wie ben je en waar ben je van? Ja, goedemorgen. Mijn naam is Pim ten Broeke. Ik ben projectleider bij Klimaatroute. Wij zijn ingeschakeld door de gemeente Land van Kuik om de bewoners in de wijk De Valuwe te helpen met advies en kleine energiebesparende maatregelen. Dus na dit mooie kick-off moment gaan mijn collega's met deze bus de wijk in. En dan gaan we de bewoners helpen met advies, maatregelen, LED-verlichting, radiatorfolie. Hopelijk om de energielasten wat naar beneden te brengen. Ja. En zijn jullie gespecialiseerd in al die dingen die hij net oproept? Nou, we hebben inderdaad wel een flinke training gehad hoe we dat allemaal het beste kunnen installeren. En hoe we dingen kunnen opmerken eigenlijk gewoon wat er qua gebreken zijn aan de woningen. Of waar de mensen mee zitten. Niet alleen aan de woning, maar bijvoorbeeld ook de situatie thuis. Als het even wat minder loopt of zo, of met geld zorgen of zo. Dan koppelen we dat eigenlijk altijd terug naar de gemeente eigenlijk. Om toch zo te helpen eigenlijk. Ja. Dus jullie zijn ook een beetje een verbindingsmannetje tussen veel partijen, begrijp ik? Ja, wij proberen het ook sowieso met gezelligheid altijd binnen te komen en daarna verbinding te leggen met de bewoner. En zo te kijken of die mensen kunnen helpen. Ja. Dus, hoe lang gaat dit project lopen? Hoe lang zijn jullie in de buurt hier nu? We hebben een mooi doelaantal gekregen van de gemeente en waar we de aankomende weken echt flink mee aan de slag zullen gaan. Ja, het is even afwachten hoe de bewoners in De Valuwe gaan reageren. Als ze heel graag mee willen doen, dan zijn we misschien heel snel klaar. Maar we hebben in ieder geval een aantal weken om hier mooi aan de slag te gaan. En hopelijk voordat echt de vorst intreedt, hebben we iedereen geholpen. Dat ze er allemaal lekker warmpjes bij zitten in De Valuwe. Precies. Okay. Ja. Nou, dank jullie wel en aan het werk dan maar. Hè? Ja, dankjewel. Mensen van de Energiebesparingsdienst in opdracht van Mooiland. Nou, stel je even voor alsjeblieft. Ik ben Sabine. Ik ben energiecoach en locatiecoördinator. Dus, En ik ben Jude Peters, duurzaamheidsconsulent van Mooiland. En dan zijn er hele mooie woorden, maar wat betekent nu in de praktijk? Wat doe jij? Nou ja, wij komen bij de mensen thuis om met kleine energiebesparende producten om de mensen te helpen. Energiebewust natuurlijk om te gaan met de energie. En wat heeft Mooiland daar precies mee te doen? Nou, wij zijn er voornamelijk dus voor onze huurwoningen. Wij vinden het ook belangrijk om te kijken hoe kunnen we de energiekosten verlagen met de kleine besparende maatregelen. Dus alle kleine beetjes helpen. Dus deze maand gaan we ook actief mensen gaan actief aanbellen, ook van de Energiebespaardienst en de Klimaatroute, om alle mensen uit de Valuwe te helpen. Ja. Maar het is niet alleen voor de huurwoning, nee, toch? Het is dus de energiebespaardienst die is van de huurwoningen en de klimaatroute is voor de koopwoningen. Dus het is een mooie samenwerking eigenlijk met de gemeente en met de woningcorporatie Mooiland. Oké. Nou, mooi. En hoe het werkt, dat gaan ze jou direct wel uitleggen. Dankjewel. Kunnen jullie deze kant nog kijken? Ja.
Ja, dankjewel. Nou, leuk. En we mochten even binnenkijken bij een van de bewoners in de Valuwe. En we zijn nu bij... Joyce. Joyce, je bent de eerste. Ja, klopt. Heel spannend. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Jij hebt jezelf aangemeld of is dit echt opgedrongen door Mooiland? Nee. Ik had mezelf aangemeld inderdaad. Laatst was er in de MFA een avond en daar heb ik me aangemeld. En later werd ik door Mooiland benaderd of ik mijn afspraak wilde verzetten als eerste van de dag. Ja. En nou, er is al iemand druk bezig hier. Wat gaan ze allemaal doen voor jou? Ze zijn nu bezig met folie achter de verwarming te plakken. Er komt een soort ventilatiesysteem onder de verwarming. Ze hebben allemaal verschillende ledlampen meegenomen. Een energiebesparende douchekop. Dus er gaat van alles gebeuren blijkbaar. Ja, het is niet alleen een peertje verwisselen, begrijp ik. Nee. Want dat had ik zelf ook nog wel kunnen, denk ik. Denk je dat het je ook werkelijk iets gaat opleveren voor de toekomst? Ja, dat denk ik wel. We hebben van tevoren allemaal de producten heb ik uitleg over gekregen. En ja, dan denk ik wel van, oh ja, dat is inderdaad wel heel slim. Dingen waar je zelf ook niet bij nadenkt eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, daar zijn ze inderdaad voor om te coachen, toch? Ja, dat is heel fijn. Want de meeste dingen doe je eigenlijk automatisch. Laat je de stekker in zitten. En toch blijkt dat dan de stroom te vreten. Terwijl we daar niet bij nadenken. Ja. Ja. Oké, dus jij hebt er zeker iets aan? Ja, dat weet ik wel zeker. Nou, super. Kan je dat geld weer gebruiken voor iets leuks, toch? Dat is altijd leuk. Oké, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Ja, nog even aan jou vragen. Je hebt een heel bijzonder apparaatje in de hand. Wat is dit? Dit is een radiatorventilator. En die zorgt ervoor dat de warme lucht meer verspreid wordt, de kamer in. Dus je hebt de warmte, die wordt meer verspreid. Dus daardoor bespaar je energie. En waar verstop je die dan? Die komt onder de radiator, er zitten magneetjes. Die klem je eronder, dus je kan hem heel makkelijk ook weer op een andere plek monteren. En met deze sensor, die komt bovenop te zitten, die meet de temperatuur automatisch. En dan gaat hij automatisch aan. Dus ja. Maar ik zie dat er een stekker aan zit, dus ja, klopt. Het kost wel weer stroom. Het kost stroom, maar ze hebben een prijs gewonnen, energiezuinig product. Het is 15, 16 cent op jaarbasis, dus dat is echt heel weinig aan stroom. Dus ja, anders zou het niet in balans staan. Hè? Dus dit is een energiezuinig product. Dus het stroomverbruik is echt minimaal. Ja, en nu de aftrap is geweest en de eerste bewoners, die hebben de spullen gekregen. Wat hebben ze gekregen, Bouke? Nou, het is wel mooi om te zien dat ze eerst gewoon uitleg krijgen over alle producten. De radiatorfolie, hoe heet het dat nou? De spaarlamp, de energiemeter. De radiator. Ventilator. De ventilator, ja. Dat wordt zocht te geven. Ja. En het mooie is, alle producten worden ook heel even uitgelegd aan de bewoner, zodat je ook weet waar het voor is. En daarna ook alles geïnstalleerd. Dus je bent eigenlijk meteen ook ontzorgd dat je dat nog allemaal zelf moet doen in de loop van de dag. Ja. Het is eigenlijk alleen plus, 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 of niet? Nou ja, ik denk dat heel veel bewoners hier blij van worden, want ze krijgen de producten gratis aangereikt en ze worden ook nog allemaal voor je geïnstalleerd. Dus ik denk wel dat het plus, plus, plus is. Ja. Het kost je alleen heel even wat tijd in je week. Ja. Dit is een actie van Mooiland, van de gemeente. Waarom is dat eigenlijk nog in het kort? Ja, nou, we zagen natuurlijk vorig jaar dat de energieprijzen enorm omhoog gingen. En iedereen in Nederland zich zorgen maakt, jeetje, kan ik het allemaal wel betalen? En we kunnen niet alle woningen in één keer allemaal verduurzamen. Zouden we het liefst willen. Hè? Overal isoleren, overal zonnepanelen op het dak leggen. Dat kan niet allemaal tegelijkertijd. Nou, we hebben nagedacht, wat kunnen we dan wel doen? Dat mensen ook echt even heel concreet geholpen worden met kleine dingen om toch die energierekening zo laag mogelijk te houden. Ook deze winter. Ja. Ja. En het is niet alleen voor mensen van Mooiland, het is ook voor, hoe noemen we dat, eigen huiseigenaren? Ja, nou wij Mooiland, ik ben van Mooiland, dus wij zijn voor onze bewoners, voor onze huurders, maar de gemeente die draagt ook haar steentje bij voor alle bewoners hier in de wijk. Dus dat is eigenlijk echt heel erg mooi, dat volgens mij echt iedereen die dat wil, kan er gebruik van maken. En krijgen die mensen dat ook gratis of is dat alleen voor de Mooiland mensen?
Nee, die krijgen dat inderdaad ook gratis. En het is natuurlijk wel heel fijn dat we hierin samen op kunnen trekken met Mooiland. Zodat we ook alle bewoners uit deze wijk gewoon kunnen helpen die dat willen. Dus ik ben er ook wel trots op dat we samen deze samenwerking zo opgepakt hebben. En ik hoop dat de Valuwe er enorm veel plezier aan gaat beleven. Dat lijkt me wel, want wij zitten er dadelijk lekker warmpjes bij, toch? Nou, dat is een mooi streven zo naar de winter toe, hè? Precies. Ja. Dit is een pilot. Gaat het verder de Kuik in en verder het land van Kuik in? Nou, wij hebben in waar wij woningen hebben, in veel gemeenten, in Noordoost-Brabant met name, hebben wij deze actie al een tijdje lopen. Dus de Valuwe is nu eigenlijk juist een beetje het sluitstuk. We hebben straks 3000 woningen of zo, huishoudens, geholpen met deze maatregelen. Zo. Dus we zijn al een heel eind op weg. Ja. Ja, dat gaat zeker de goede kant op. Maar er kunnen er nog veel meer bij, denk ik. Nou, er kunnen er zeker meer bij. Maar we gaan eerst even kijken, hoe wordt er nou gebruik gemaakt van deze actie in de Valuwe. En dat gaan we evalueren om te kijken. En wat gaan we daarna dan oppakken met elkaar. Als mensen deze reportage zien en denken van, oh, maar ik wil ook wel wat tips of ook nog wel wat ideeën hebben, waar kunnen ze terecht? Nou, iedereen krijgt een folder in de bus, huis aan huis bezorgd, waarbij je je aan kunt melden via een QR-code om mee te doen aan deze actie. Dus mocht je dit zien en denken, nou, ik wil graag meedoen, meld je gerust aan, want we komen graag bij jullie langs. En als het dan toch niet gelukt is en we zien de bus nog ergens staan, kunnen we daar nog even aankloppen? Ik zou daar altijd dan even aankloppen en dan leggen ze vast wel uit hoe het eventueel alsnog kan. Dank jullie wel. Graag gedaan.